We gaan hier op de Franciscusschool praten met een drietal dames, want er is wat bijzonders gebeurd vandaag op de Franciscusschool. Wat is er vandaag gebeurd, mevrouw? We hebben vandaag een BSO geopend, BSO de Schaapskooi. En BSO de Schaapskooi is onderdeel van Stichting Prokino, regio Midden-Oost. Wat is Prokino? Prokino is een kinderopvang, Meander. Meander is internaat, schippersinternaat. En we hebben zorg, we bieden eigenlijk alle drie aan. En wat is nou het verschil met de gewone kinderopvang? Hier eigenlijk niet. Nee, we hebben hier een regulier BSO. Dus niet anders dan ergens anders, denk ik. Alleen het mooie van deze BSO is dat hij binnen de school is en een mooie aansluiting heeft. Dus we beginnen bij de peuterspeelzaal. De peuterspeelzaal is de boomhut, die zit hier. Die werkt nou samen met de school. Dus de kinderen stromen ook door en ze stromen daarna, als het goed is, door naar de BSO. Dus dat zou mooi zijn. Dus voor de kinderen en voor de ouders is het een vertrouwde omgeving? Ja, zeker. En daarmee hebben we ook nog geluk met Sigrid. Sigrid zit aan mijn linkerhand. Zij werkt ook op school en is voor de kinderen ook een vertrouwd gezicht. We gaan even praten met Sigrid. Je bent een vertrouwd gezicht, hoor ik zojuist, voor de kinderen. Hoe voelt het voor jou? Ja, dat voelt voor mij zelf ook fijn, omdat ik de kinderen natuurlijk vanuit school al ken en ik ze na schooltijd weer hier op de BSO tref. En dat is prettig, ja. Een nieuwe locatie, nieuwe ideeën, dus je kunt je creativiteit niet kwijt. Ja, dat is het mooie hieraan. We staan aan het begin van een nieuwe periode met deze BSO in de school. Dus er is nog van alles mogelijk om dit verder vorm te geven. Staat de popel om te beginnen? Ontzettend. Ik vind het heel erg leuk. Ja, ja. Kunnen de kinderen straks hier elke dag terecht? Tot op heden is het alleen nog mogelijk om op maandagmiddag hier BSO te krijgen. Maar we zijn wel aan het onderzoeken van als de ouders behoefte hebben aan andere dagen opvang, dan willen we zeker uitbreiden op andere middagen. Dat zou mooi zijn, want u als directeur van de school heeft uw beslissing denk ik ook samengenomen met Prokino. U heeft wel ja gezegd naar dit, u stond er gelijk achter? Ja, ik stond er zeker achter inderdaad, ja. Het was een unieke situatie dat wij Sigrid hebben binnen onze school. Dat maakte namelijk dat we heel mooi een doorgaande lijn konden maken van het onderwijs naar de BSO, naar de tijd na de lestijd. Want een BSO is natuurlijk wel gewoon een soort thuissituatie die je nabootst. Waarbij dan ook allerlei mooie activiteiten aangeboden worden. En het leuke is dat dus de kinderen die naar de BSO gaan, die kennen Sigrid. Dus het is een hele veilige situatie. Kinderen hoeven het gebouw niet uit, mogen gewoon lekker hier een beetje thuis zitten na schooltijd. Ja. Hoe is de reactie geweest van de ouders? Het was positief. Mensen waren ook uitermate geïnteresseerd erin. Uiteindelijk hebben we nu 5 kinderen, dus dat is een vrij kleine groep. Maar dat zien we echt als een start om vervolgens uit te groeien. Want je hebt toch minimaal wel 4 kinderen per dagdeel nodig om te openen. Dus wij zeggen ook, we adviseren echt als ouders geïnteresseerd zijn om dat te melden bij Sigrid, bij mij desnoods, bij Prokino. Laat van je horen, want we openen zo nog een dagdeel. En dat geldt ook voor het voorschoolse opvang. Is dit voor alle kinderen in de buurt of voor kinderen die alleen aangesloten zijn op deze school? Nou, in principe is het voor alle kinderen, maar wat we tot nu toe zien is het vooral voor de kinderen van deze school. Dat is het meest voor de hand liggend. En dan is het voor de ouders een vertrouwde plek en voor de kinderen een vertrouwde plek? Ja, absoluut. Het is een hele vertrouwde plek, veilige omgeving. We kunnen hier alles aanbieden met een mooi schoolplein, maar ook met een bosje in de buurt. En we hebben een keuken hier in de school en alle ruimte om ontzettend leuke activiteiten te doen met elkaar. Ja. Als het zometeen helemaal uitgebreid wordt, hebben jullie dan de faciliteiten hier om het ook 's ochtends en 's middags na school de kinderen op te vangen? Ja hoor, die ruimte hebben we zeker. Ja. Dus we hopen zelfs dat we wat uit kunnen gaan breiden. Ja, zeker.